Drugsbeleid in Nederland. Steeds is er weer iets te doen rond het drugsbeleid. Als het aantal planten wat je mag hebben niet wordt verminderd, zijn het wel de moorings uit Amerika die worden uitgewezen. Er is steeds iets te doen rond dat drugsbeleid. We praten met Peter Cohen. Je bent wetenschappelijk onderzoeker op dit gebied en je volgt met name het drugsbeleid in Nederland al een hele tijd. Hoe komt dat? Het is een beetje, tenminste op mij als buitenstaander, maakt het een wat zwenkende en zwaaierige indruk. Een aantal grondslagen ervan zijn redelijk constant, maar allerlei franjes die eraan hangen aan het drugsbeleid, dan gaat er weer eens een beetje die kant op en dan wordt er weer een zus gedaan. En het is heel erg gevoelig voor de stemming in het buitenland de laatste tijd. Ja, want als de Franse regering zegt, hallo, dat mag niet, dan lijkt wel of de Nederlandse regering in de houding springt en allerlei verklaringen doet en het dan een paar weken later weer wat aanscherpt. Ja, nee, daar lijkt het ook op. En binnen Europa, waar nu een aantal grote problemen spelen en waar Nederland onder leiding van onze minister een deuntje mee wil zingen, dan kan het zo zijn dat men zegt, ja, als het buitenland vindt, ook al zijn er hun gronden onjuist, want dat vindt bijna iedereen in Nederland, dat wij dat moeten aanscherpen, dan moeten wij daar maar eens over nadenken. En dan gebeurt dat met beetjes en dan weer een beetje terug. En dan weer... Maar het buitenland heeft op dit moment een grote invloed op het Nederlandse drugsbeleid. Is dat omdat zeg maar bepaalde politici zitten te vissen naar ofwel naar Europese baantjes, of omdat we dan zeg maar voorzitter zijn van de Europese Unie weer voor een tijdje, dan moeten we dus zeg maar roomser dan de paus zijn. Dat allemaal van die klein, ik vind het een beetje kleinburgerlijke motieven van ja. Hallo, Lubbers moet commissaris worden of zo. En dan gaan we in Nederland maar identificatieplicht invoeren. Zo werkt het ook een beetje. En het is ook zo dat een heleboel ambtenaren die in allerlei Europese vormen van overleg zitten, met name rondom die hele kwestie van criminaliteitsbestrijding, Die worden voortdurend geconfronteerd met buitenlandse critici daarop. En daar worden ze ook een beetje moe van. En er is natuurlijk ook iets heel relevants aan de hand in Europa, wat de meeste mensen niet weten. Dat bij de entree van Zweden binnen de Europese Unie hebben ze bedongen dat er een hele nieuwe Europese commissarispost zou komen. En dat is de Europese commissaris voor drugsbeleid. En wat hebben ze bedongen? Dat een Zweed zou moeten zijn. In laatste instantie is dat een Zweedse dame geworden, een aardige dame, die ervoor zorgt dat Europa wordt gedreven in de richting van het Zweedse drugsbeleid. En dat is? Het Zweedse drugsbeleid is een soort utopisch beleid waarbij men officieel van hoog tot laag in alle regeringskringen in Zweden beweert dat het Zweden drugsvrij moet zijn in het jaar 2000. Dat geldt dan niet voor alcohol en tabak en ook voor koffie misschien niet. Maar ze zijn op het gebied van alcohol natuurlijk al heel, heel strikt bezig geweest. Zweden had een heel strikt alcoholbeleid. Dat is overigens over de laatste jaren aanzienlijk versoepeld. Maar op het gebied van andere drugs hebben ze nog een soort mythisch gevoel van de slechtheid van drugs. En ze hebben ook besloten dat zullen wij uit onze samenleving verdrijven. Dat zijn van die absolutistische doeleinden waar eigenlijk iedereen onder lijdt. Maar het vervelende is dat nu ook Europa eronder gaat lijden, omdat we een Europese commissaris van drugsbeleid hebben, een Zweedse, die dat zal gaan doorvoeren in heel Europa. Je moet je voorstellen alsof wij plotseling een Iraanse commissaris van alcoholbeleid zou krijgen, die gaat roepen dat wij in Europa geen alcohol meer mogen drinken. Daar moet je het gewoon mee vergelijken. Nou zien we dat wij dus in Nederland wat betreft die politiek een beetje de zwarte piet toegebedeeld krijgen. Er wordt gezegd dat er in Nederland erg veel chemicaliën worden gemaakt. Ecstasy, hè, de hele reeks van fenylamfetamine. We hebben hier dat boek van Alexander Shugin liggen over Pical. Er zijn een heleboel van dat soort 2CB en allerlei dingen. En wij krijgen de schuld. Ik begrijp ondertussen dat het meeste van dat spul al jaren geleden tijdens het interregnum in het Oostblok daar echt in tonnen en tonnen is ingekocht en in allerlei boerenschuren is opgeslagen. En dat nu een beetje dus weer naar West-Europa komt in de vorm van ecstasy of 2CB of PCP en noem maar op. Nou, PCP is er helemaal niet. Nou, er is veel productie in Oost-Europa. Met name in de grote staatsfabrieken waar in de avonduren, maar ook vaak overdag, volstrekt onderbetaalde chemici en arbeiders allerlei soorten van drugs maken. Er is ook van oudsher een amfetamineproductie geweest in Nederland.
bijna nooit voor Nederland zelf, omdat om de een of andere reden amfetamine niet populair is. Nooit aangeslagen. Even duidelijk zijn, amfetamine dat is pep. Dat is... Amfetamine is gewoon pep, ja. En dat is wat anders dan vanylamfetamine, zoals ecstasy en andere... Nou, het is allemaal één familie en de ene heeft een beetje dit effect en de andere een beetje dat effect. Het is één grote familie van amfetamine-achtigen. Lijkt allemaal op koffie. En... Maar het doet allemaal een beetje wat anders. En het ene is ook wat gevaarlijker dan het andere. Sneller een overdosis van krijgen. Alhoewel bij de hoeveelheden die leuk zijn, dat helemaal niet eens aan de orde is. Maar laten we nou even niet over de gevaren van die stoffen praten. Want er zijn bijna geen stoffen die helemaal geen gevaren hebben. Maar over waar al die stoffen nou vandaan komen. En veel komt uit Estland, veel komt uit Polen. Veel komt uit Noord-Rusland, de omgeving van Leningrad. Die liggen ook veel dichter bij de Scandinavische landen, waar de vraag naar dit soort stoffen ook het grootst is. En Engeland heeft een enorme invoer uit Oost-Europa van amfetamine-achtige stoffen. En Nederland, de Nederlandse illegale producenten, doen daar ook een beetje aan mee. Het is volstrekt... Als je praat over producenten, dat betekent dus dat ze zeg maar basismaterialen krijgen? Spullen ja. Waar je sassafrasolie, zo'n kreetje erop. Ja. En maken ergens in een schuurtje of in een vrachtauto een beetje ecstasy of wat amfetamine. En dat is een kwestie van koken en destilleren. Je hebt daar, neem ik aan, wat warmte voor nodig. En in potjes roeren en op de juiste manier het gas uitzetten. En dan krijg je dat stofje. Ja. En dan vinden ze wel ergens iemand met een pillendraaimachine of ze stoppen ze in capsuletjes. Ja. En dan wordt er veel geld verdiend met die handel, of niet? Er wordt ontzettend veel geld verdiend, omdat het in wezen een heel goedkoop materiaal is. Natuurlijk door allerlei belemmeringen worden de risico's opgeworpen, waardoor allerlei kosten moeten worden gemaakt die bij een legale productie eigenlijk niet optreden. Maar als je nou kijkt naar legale stoffen die wij in Nederland kunnen kopen, zoiets als valium. Valium is over het algemeen, als je het per gram zou bekijken, duurder dan cocaïne. Dus ook bij legale productie? Bij legale productie is het niet gezegd dat die stoffen nou veel goedkoper zouden worden. Ja, want vreemde dingen zoals voor 2CB kun je in Spanje in zakken vol kopen, rode pilletjes. Die worden daar verkocht als vermageringsmiddel. En op zich niet zo ongevaarlijk zelfs. En je kunt hele zakken kopen, dat kost een paar gulden. En hier kosten ze dan, dat is een paar gulden per zak. En hier kosten ze een paar gulden per pilletje. Ja, 50 gulden moet je geloof ik betalen of voor 18 milligram. Maar je kan het hier ook gewoon kopen. In winkeltjes die dat te koop aanbieden. Want dat is een van die stoffen die op de grens van het legale zitten. Het is een hallucinogeen middel. Sommige mensen vinden dat leuk om te doen. Je kan er met kleine dosis vergroot het je mogelijkheden om kleuren te onderscheiden, contrasten. Het maakt je ook wat emotioneler. Ik heb het zelf wel eens geprobeerd. Ik vond het niet onplezierig. Maar in ieder geval, er zijn onvoorstelbaar veel stoffen die je kunt gebruiken voor het plezier, voor het veranderen van je waarneming, voor het beter naar binnen kunnen kijken, waar ecstasy dan vroeger voor gebruikt werd. En het is natuurlijk ondoenlijk om dat altijd maar te onderdrukken. En daar hebben we het nou eigenlijk over. Want waar gaan wij in Europa naartoe? Want je kunt bijvoorbeeld wel chemische middelen onderdrukken, maar er is nog nooit iemand die heeft gezegd, hey, yoga leidt tot dezelfde effecten, dat gaan we ook maar eens verbieden. Of bijvoorbeeld, er is op het moment iets dat heet een soort EST-training, Landmark Forum, wat we in de 60, 70 jaren sensitivity training noemden. Mensen onder druk zetten in een ruimte met elkaar en dan komen ze tot een soort uitbarsting en dan vinden ze zichzelf en dan wordt er, dat is een hele goede manier van deprogrammering noem ik het altijd, maar dan wordt er wel iets nieuws ingeprogrammeerd, namelijk Landmark Forum is de nieuwe religie, dat ga je dan uitdragen bij vrienden en bekenden. En dat is bijna een schandaal te noemen, je mag het geen cult noemen van die mensen, maar Erhard zelf, de man die dat bedacht heeft, is behoorlijk in opspraak geweest in de States. Maar dat is dus ook eigenlijk een methodiek die qua effect niet veel afwijkt van drugs. Alleen je slikt er niks bij. Nee, goed. Mensen zijn altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. En ook naar nieuwe manieren om de wereld te bekijken. En drugs is daar natuurlijk maar één van. En, kijk, je kan ook drugs gebruiken om je ellende te vergeten. Waar alcohol wordt daar veel voor gebruikt. Hè. Het onderdrukken van ellende is één van de mogelijke functies waar je drugs voor kan gebruiken. Maar de meeste mensen, en dat blijkt ook uit allerlei onderzoekingen die wij gedaan hebben, de meeste mensen gebruiken drugs om een extra soort lol te hebben. Om een bepaald ander perspectief aan het dansen, aan met elkaar praten, aan muziek luisteren, aan naar een museum gaan te geven. Zou je kunnen zeggen dat barrières, trauma's, dat ze dingen weghaalt waar ze last van hebben? Zo groot moet je het niet eens zien. Het is... Dat kan in sommige omstandigheden kan dat voorkomen.
Maar voor de meeste mensen is het gebruiken van een stofje of van een drankje alleen maar een heel klein aspect van de totale situatie. Een kleine verbetering, een klein stukje glans dat helemaal niks groots betekent als het doorbreken van barrières en het overwinnen van trauma's. Hoe zie je dan dat woord sociale verslaving? Dat mensen niet verslaafd zouden zijn aan de chemische effecten, maar meer aan de sociale context. Want als je in die omgeving bent, dan moet je of roken of drinken of pilletjes slikken. Nou, dat zie je vaak, hè. Wij organiseren onze sociale gebeurtenissen vaak rondom bepaalde handelingen. Jij hebt nou een mooie das aan. Dat doen een heleboel mensen. In bepaalde omstandigheden doen ze een das aan. En in andere omstandigheden doen ze geen das aan. Zo heb je een receptie. Daar drink je een drankje en je eet een hapje. Die das is alleen maar... Ik heb deze week mijn haar geknipt. Ja. En de helft van de uitzending is dus nog met zo'n... En ik denk, als ik nou een das ga dragen, dan... Zie je dat minder. Nee. Dan zie je maar goed, wij gebruiken de stoffen, bepaalde etenswaren, op bepaalde manieren, in bepaalde situaties wel. En in andere doen we weer andere dingen. Zou je dat ritueel kunnen noemen, ritueel gebruiken? Dat is ritueel. Dat is het volstrekt door de mensen niet als zodanig ervaren manier van met de wereld omgaan. En dat is ook zo oud als de wereld. En ja, het gebruik van drugs daarbij is ook zo oud als de wereld. Het gebruik van drugs is ontzettend oud. Vroeger werden drugs voornamelijk gebruikt binnen hele sterk geritualiseerde situaties, met name rondom religie. Daar is het langzamerhand uitgevallen. De alcohol is daar een van de allereerste stoffen geweest die eruit is gevallen, net als tabak in Noord-Amerika. Want tabak was oorspronkelijk ook een heel heilig middel in Noord-Amerika. Tabak was een heel heilig middel. Nou moet je ook de tabak van vroeger, die bladeren die daar groeiden in Noord-Amerika, als je daar wat van rookte, dan als wij dat nu zouden doen, zouden we meteen omvallen. De hoeveelheid nicotine die er in die bladeren zat, was onvoorstelbaar groot. Werd ook helemaal niet gedroogd of heel anders behandeld dan wij dat nu doen. We hebben nu eigenlijk alleen maar te maken met hele lichte soorten van tabak. Ja, ja. Met heel weinig psychotrope stof erin. Maar vroeger was tabak een zwaar bewustzijnsbeïnvloedend middel. Eigenlijk sterker dan marihuana. Hoewel, we hebben nu hele sterke soorten marihuana waar 6-7% THC in zit en waar je ook een aardige klap van krijgt. Want daar wil ik even... Er zijn in Amsterdam allerlei blaadjes, Soft Secrets, is weer een nieuwe, die heet DAM. Ik heb hier een blad, dat heet Panforum, dat is heel serieus. Dat zijn van de mensen die er echt wetenschappelijk naar kijken of semi-wetenschappelijk naar kijken. Ik heb hier Psychedelic Eliminations uit de States, vrij zeldzaam, maar ook heel psychedelisch. Maar in een van die bladen kwam ik tegen dat er nu weer opgetreden wordt, wat strenger wordt opgetreden tegen Spacecake. Plotseling is er een beleid dat Spacecake weer niet zou mogen. Ja, dat is dan een beetje oud. Er waren in Amsterdam eigenlijk nooit ongevallen met Spacecake. Tot Spacecake is voor de mensen, dat is een cookie met cookie, wat marihuana of hash erin. Tot door de wijsheid van onze bestuurder mocht er in Amsterdam geen blaadje meer, marihuana blaadje meer op de coffeeshop geplakt zijn. Waardoor allerlei coffeeshops niet meer voor toeristen die met hun kinderen een kopje koffie kwamen drinken herkenbaar waren. En als er dan een familievader zei, doe er maar taart bij de koffie, dan was het plotseling Spacecake. En dan ontstond er toch soms wel ernstige ellende met paniek, met... Omdat die mensen geen idee hadden wat ze namen. Geen idee wat ze aten en ook heel vaak geen ervaring hadden met de effecten die dan kunnen optreden. Want Pietje kreeg nog eens een tweede stuk cake omdat het zo lekker was. En je kan je voorstellen dat daar toch hele onaangename en moeilijke situaties door ontstonden. Want het probleem met GGD gebeld. Er werd de GGD gebeld. Ja, dat je er makkelijk een overdosis van kan krijgen als je niet precies weet. Of in ieder geval een dosis waardoor je heel fors gaat trippen. En als je helemaal niet, laten we zeggen, verwacht dat je dat effect gaat krijgen, dan is het nog veel erger. Want dan denk je dat je... Denk je dat je gek wordt. En dus, de GGD heeft, en dat vind ik ook terecht, bij die koffieshophouders erop aangedrongen, doe nou niet zo stom of ga niet zo makkelijk met het verkopen van Spacecake om. Als je duidelijk ziet dat dat een familietje is uit Veenendaal die een kopje koffie komen drinken bij jullie. En dan die komen echt niet voor de Spacecake. Ja. En dan wordt er op wettelijk gewezen op het feit dat het hier dan zou gaan om harsolie. Het gaat eigenlijk om ghee, om een soort... Ghee is... Het is niks, maar volgens de wet is dat dus een soort harsolie en dat is een hard drug. Ja. Omdat de THC-concentratie daar wat hoger is dan in hashish of in marihuana, zou je hasholie kunnen zien als een heel sterk werkende psychotrope stof. In onze wet maken wij ook onderscheid tussen jenever, en daar hebben we een ander beleid voor, dan wijnen en bieren. Want dat zijn
stoffen, alcohols, waar veel minder in zit. Hè? Dus dat, we hebben gewoon een ander regelsysteem voor zware alcoholdranken en voor lichte alcoholdranken. En dat hebben we dus ook. En dat zou je je ook heel goed kunnen voorstellen met allerlei andere stoffen. Ja, maar nou, we hebben het even over hashkoekjes. Het ziet er naar uit dat het beleid toch steeds aan een bepaalde kant steeds makkelijker wordt. Want nu kun je in Amsterdam overal ook paddo's krijgen. Ja. Nieuwe kreet, paddenstoelen, vroeger heette ze magic mushrooms of psilootjes of kaalkopjes. Er zijn allerlei woorden voor. Maar het gaat om paddenstoelen waar je ook behoorlijk van kunt gaan hallucineren. Ja. Relatief sterk het werkend dik, ja. Vergelijkbaar soms met LSD. En dat is helemaal in paddo's. Het is niet toevallig, geloof ik, dat we een hele grote paddenstoel in Amsterdam hebben. Die heet Arena. Het is echt een enorm symbool boven Amsterdam. En plotseling verschijnen de paddo's. Nou, een of andere Jan Joker van een officier van justitie is daar tegen gaan optreden. Maar die heeft dat zo gedaan dat het eigenlijk half-half is. Dus die zaak ligt al maanden bij de rechter. Er gebeurt niks, want het zou dan niet om een preparaat gaan, maar om verse paddenstoelen. Even afgezien van van de juridische vraag, is dat nou wel oké dat er in Amsterdam paddenstoelen verkocht worden? Gewoon op straat aan toeristen? Nou, zo makkelijk is het nou ook weer niet. Je moet echt de winkeltjes weten waar het verkocht wordt. Nou, op het Spui is er nu een hele grote, die noemt zichzelf Maar, de Magic Showroom. Ja, je kan dit vanuit ook weer twee verschillende manieren bekijken. Aan de ene kant, mensen moeten zelf weten wat ze doen. En ze moeten zich ook goed informeren. Hè? Als je een hypotheek sluit, je kan zomaar bij de ene hypotheekboer binnenlopen en iets doen wat je later ongelooflijk betreurt. Want dan heb je gedacht, oh, ik heb dat niet goed bestudeerd. Ja, maar weet je hoeveel moeite er nu is over bijvoorbeeld hypotheken en wat de werkelijke rente is en wat je precies echt betaalt. Nou, en dat de banken dat ook niet willen vertellen. Ja, dat willen ze best vertellen, maar je moet er alleen wel naar vragen. Kortom, je moet je op bepaalde terreinen eerst informeren. En dat is met psychotrope stoffen zeker zo. We hebben onze cultuur begint heel langzaam allerlei stoffen die intoxicatie opwekken uit andere culturen te importeren. We hebben daar nog niet een regelsysteem voor. We hebben daar nog niet als massa mee leren omgaan. En je zou kunnen zeggen dat net als met de avocado. Hè, ook niet iedereen wist 20 jaar geleden hoe je zo'n avocado moest eten. Maar nou, dat leer je dan van elkaar. En nou, weten we dat? Of een kiwi. Ja. Zo zijn er nieuwe producten die onze cultuur binnenkomen. Sommigen met wat meer risico, anderen met wat minder. Diepzeeduiken is zo'n product. Vroeger deed niemand dat in Nederland. Ja, nu zijn er 10, 20, 30 doden per jaar door diepzeeduiken of door het leren diepzeeduiken. Maar tienduizenden mensen hebben daar lol van. Kortom, er zijn nieuwe mogelijkheden voor iedereen. En die mogelijkheden moeten als het ware langzamerhand hun plekje krijgen. Nou, maar dit is het verhaal wat ook zou zijn opgegaan voor de marihuana. Want het heeft langzamerhand zijn plekje gekregen. Ja. En er werd gezegd, ja, dat was de scheiding van soft en harddrugs zou ertoe leiden dat het niet in het criminele milieu zou raken. Nou, ondertussen verdienen de drugsbaronnen in Amsterdam, de mensen die echt veel geld verdienen, dat voornamelijk denk ik aan coffeeshops en niet meer zozeer aan cocaïne en heroïne en crack. Nou, laten we blij zijn. Ik heb er zelf niks tegen dat mensen aan koffie, thee, suiker of marihuana geld verdienen. Het moet alleen goed geregeld zijn. Ja, maar dat is het niet, want er wordt geen belasting over betaald. Het blijft in een soort grijs-zwart circuit. Nou, dat is helemaal waar. Er mag geen btw overgeheven worden. Maar een heleboel van die coffeeshops, die hebben mensen in dienst. Daar wordt gewoon inkomstenbelasting betaald en sociale premies afgedragen. Die mensen hebben baantjes. Ik denk dat de coffeeshopsector toch voor duizenden banen zorgt. En ook veel toeristen trekt. Maar nu gaan we een stap verder. Nee, nu gaan ik denk niet dat de coffeeshops op zich nou zoveel toeristen trekken. Nou, dat meen je toch niet dat die bussen uit Zweden hier komen omdat we hier zo'n fantastische koffie hebben? Bussen uit Zweden, die komen gewoon om naar de bollen te kijken en om ook een graantje jenever mee te pikken. Maar de drugs is gewoon één van de elementen die Nederland aantrekkelijk maakt voor toerisme. Ja, goed, maar daar hebben we dus nu, dat gaan we dus nu uitbreiden met paddenstoelen. En voor zover we kunnen zien, over een half jaar kun je overal ayahuasca kopen. DMT-achtige producten. Hallo, waar gaan we naartoe? We nemen dus niet alleen van vreemde landen, weet ik veel, de gebatikte shirtjes uit Indonesië, maar we nemen ook hun drugs, hun rituelen. We desacraliseren dat. We halen dat uit de sfeer waarin dat gebeurd is. Laten we duidelijk zijn, ayahuasca in het Braziliaanse regenwoud wordt ofwel door de Indianen of door christelijke sectes gebruikt in een zeer sterke sacramentele setting. Niet waar? Dat er is een hele psychologische opbouw bij, waardoor het inderdaad
heel heilzaam kan zijn. Nu gaan we het hier gezellig bij de koffie. Hallo, neem nog een beetje ayahuasca, want dat word je zo lekker stoon van. Ja, nee, is dat nou niet gevaarlijk voor de volksgezondheid? Moet je je voorstellen. Vroeger in de, laten we zeggen, de middeleeuwen, werd er alleen in koorsgewijs gezongen over God. Psalmen werden er gezongen. Niet heilige muziek was er eigenlijk niet. Toen hebben we al die muziekvormen die alleen maar gebruikt werden in religieuze settingen, hebben we ook voor allerlei andere settingen zijn we gaan gebruiken. Gaan we toch ook niet roepen dat is gevaarlijk voor onze menselijke geest? Ik denk dat de uitbreiding van de mensen... Nou, er waren wel mensen die dat geroepen hebben. Mensen als natuurlijk. Marshall McLuhan, die zei, hallo, wij halen allerlei spullen hier. Ik vind Doors of Perception van Aldous Huxley natuurlijk ook een heel duidelijk boek, wat op een gegeven moment zegt, hallo, kleuren en zo, wat we nu allemaal maar gebruiken, zijn in wezen, waren voor de middeleeuwen, diezelfde kleuren zag, alleen in de kerk. En als hij naar het vorstenhuis ging, daar zag hij de kleuren die fel waren, die hij buiten nooit zag. En dat waren bijna psychedelische effecten voor hem. Ja. Nou, dat kunnen wij nu ook bereiken. We zijn nu heel erg gewend aan kleuren. Maar ik zal nooit vergeten dat ik heb vroeger, toen ik jong was, dat was in de mode, LSD gebruikt. En ik was daar niet zo erg tevreden over. Maar één ervaring zal ik nooit vergeten. Ik zag toen rood op een manier die ik nog nooit gezien had. En dat heb ik onthouden. En kleuren kunnen toch ook bepaalde nieuwe ervaringen geven met behulp van bepaalde stoffen waar je aan kunt verrijken. Je moet wel weten hoe je dat moet doen en je moet er geen fouten bij maken. Net als bij bergbeklimmen moet je echt geen fout maken, want een sodomieter je naar beneden. En dat kan je met drugs ook hebben. En daarom zijn die stoffen ook niet zonder risico. En daarom is het ook zo belangrijk om ze niet buiten de wet te houden en om ze niet langer te marginaliseren, maar om ervoor te zorgen dat, laten we zeggen, de sociale leercondities ontstaan waardoor wij daarmee leren omgaan. Net als met snelle auto's moesten we ook mee leren omgaan. Maar er zijn twee manieren om het niet te marginaliseren. Eén is dus om het te legaliseren. De andere is om het klein te houden. Want 10 jaar geleden was ook in Nederland bekend dat je magic mushrooms kon vinden. En die kon je gewoon in het veld vinden. En allerlei andere stoffen. Er was een soort subcultuurtje waar je, als je nou echt ging zoeken. Nou, dat was niet in de 60 en 70 jaren zo. In het jaar 1910 hadden ze, weet ik veel, laudanum en allerlei spullen. Is er een cultuur geweest van half toegestaan. Nee, laudanum was volledig toegestaan. Ja. Opium eten, opium roken. Dat is pas aan het eind van de vorige eeuw. Hebben de dokters dat van ons afgepakt? Tenminste, zo zie ik dat. Het monopolie op dit soort stoffen, dat de dokters en de apothekers zich hebben toegeëigend, dat is nog niet eens een eeuw oud. Dus, mag ik concluderen dat je eigenlijk vindt dat drugs best zouden mogen? En dat je, hoewel je dat onderzocht hebt en je hebt boeken geschreven over verboden en niet verboden druggebruik in Amsterdam, je hebt er studie van gemaakt, dat je toch zegt, hallo, wat mij betreft is daar niet zoveel vreselijk veel mis mee. Jawel, er kan heel veel mis mee zijn. En ik vind juist dat omdat er veel mis mee kan zijn, moet je het brengen onder die buitengewoon krachtige en ook effectieve manieren van sociale riten, controlemechanismen, beleefdheidsregels, weten wanneer wel en wanneer niet, weten hoeveel en wanneer je op moet houden. Kortom, er zijn, zoals we dat voor alcohol en voor allerlei andere situaties hebben, hebben we allerlei regels die ons helpen daarmee om te gaan. En dat moet je voor drugs ook doen. Dat is duidelijk. Peter Cohen over drugsbeleid in Nederland. En we komen er nog een keer op terug.